boek heet Springende Pinguïns en Lachende Hyenas. En daarvoor moet je op de zijkant kijken, want op de voorkant staat die titel niet. Daar staat alleen maar een prachtige print op van dat nijlpaard met al van de neushoorn. Nijlpaard, moet je mij horen, neushoorn met al die dieren op zich. Op de achterkant staat de pinguïn. En het is een prachtig prentenboek van Marije Tolman met de teksten van Jesse Goossens. Boek met een leeslint, kijk, heerlijk. Leeslintje erin, hou ik altijd van. En nou ja, er staan alle dieren in met tekstjes erbij, met een klein weetje. En dat is dan vaak op een grappige manier in de tekening uitgebeeld. Bijvoorbeeld over de panter. Een zwarte panter is eigenlijk een zwart luipaard. Nou, dat heeft Marije Tolman dan. Laat ze dat zo zien. En zo is er over alle dieren iets te zien, iets te lezen. Mooie grote prenten met grappige details over de toucan, over de termiet, vaak ook over niet zulke voor de hand liggende dieren. En gewoon gekke weetjes, zoals bijvoorbeeld over de rups, die heel goed met zijn eigen poep kan smijten. Nou ja, wist je misschien niet, ik weet niet of je het wilde weten, maar als je dit boek gelezen hebt, dan weet je het wel. De krekel bijvoorbeeld, die hoort met zijn knieën en die kan geweldig goed sjirpen. Nou, dan zie je hier zo'n krekelconcert uitgebeeld. En zo staan er over alle dieren, de tapir, de tarantula, de papegaai, de marabou, die staat vaak bij een vuur te wachten, want daar komen dan dieren uitgevlucht en kan hij dan snel opeten. Kijk, zat die marabou lekker bij een vuurtje te wachten met een bordje. Ook leuk, ik hoop dat ik het kan vinden. Ja, hier de gorilla, vind ik een van de leukere. Die ziet er heel dapper uit, maar die durft niet te zwemmen. En hier zie je hem dan met zijn handdoekje. Zo gaan. Helemaal klaar om te zwemmen. Maar nee hoor, hij durft helemaal niet. Nou ja, heel veel dieren, lekker dik boek. En het heet dus Springende Pinguïns en Lachende Hyena's. En het is van Marije Tolman, uitgegeven bij... Uitgeverij Limneskaat.